Shelly Sterk heeft heel wat fans die haar persoonlijke pagina's volgen. Nu heeft het meisje goed nieuws aangekondigd voor haar fans. In een video die op Instagram werd geplaatst, werd Jake, de 4-jarige zoon van Sterk en Ebing, gevraagd of hij het geheim kon houden. Nadat baby Jake bevestigend had geantwoord, fluisterde Strong dat er een broer of zus in haar buik zat. Op de vraag wat zijn toekomstige broer van dit nieuws vond, antwoordde hij goed. Het is niet duidelijk wanneer de presentator correct is berekend. Jake krijgt een gigantische snoepdoos, een snoepdoos voor baby's. Sterk vertelde zijn zoon dat als hij daar elke dag 1 snoepje zou eten, de baby geboren zou worden als de schaal leeg was. Veel felicitaties van fans zijn gestuurd naar de familie van Shelly Sterk. De meesten vinden het een goed idee met een snoepdoos. Velen geloven ook dat Jake de liefste broer zal zijn. Eind augustus 2019 maakte Sterk en Ebing bekend dat ze de ouders van Jake waren geworden. Het paar trouwde in 2018. Eind 2021 wist Shelly niet zeker of ze een tweede kind wilde. Ze krijgt vaak de vraag of ze klaar is om haar gezin uit te breiden. Ze dacht echt, nee alsjeblieft. Hun ideale gezinsplan is nog steeds 1 dag, maar nu vindt ze dit heel gemakkelijk. Nu is hun familie echt de 3 musketiers van de weg. En ze vond het heel leuk om daarvan te genieten voordat je weer een migratie met een baby had. Een babytas en alles wat daarbij hoort. Sự nghĩ xin chưa kế hoạch cuối cùng của gia đình là một người nào đó, nhưng bây giờ chưa thực sự phải lúc.